Een van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is de luchtverdediging van het Nederlandse luchtruim. Hiervoor heeft de luchtmacht de beschikking over F-16 gevechtsvliegtuigen en zogenaamde geleide wapensystemen. Raketten zoals de Hawk en de Patriot. Acties om het luchtruim te verdedigen moeten natuurlijk goed worden gecoördineerd. Deze coördinatie wordt verzorgd door het radarstation in Nieuw-Milligen op de Veluwe. We noemen dit radarstation het gevechtsleidingscentrum. Dit gevechtsleidingscentrum bevindt zich in een bunker onder de grond en maakt deel uit van een keten van radarstations die in NATO-verband met elkaar samenwerken. Binnen het gevechtsleidingscentrum wordt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, het luchtruim geobserveerd en bewaakt. De middelen om dit uit te voeren zijn radar, vliegende radarstations, de zogenaamde AWACS, en marineschepen. Zij leveren informatie aan het gevechtsleidingscentrum. Die informatie wordt in een computer verwerkt en op het radarscherm samengesteld tot een luchtbeeld dat wordt gepresenteerd aan de verschillende operators. In luchtmachttaal noemen we dit de luchtbeeldopbouw. Op grond van dit luchtbeeld wordt beslist of een wapensysteem, dus F-16's, of geleidewapens zullen worden ingezet. Als dat gebeurt, dan worden ze door het gevechtsleidingscentrum naar hun doel gedirigeerd. Dit noemen we wapendirectie. In het gevechtsleidingscentrum werkt personeel dat gespecialiseerd is in het leiden van luchtgevechten tegen vijandelijke vliegtuigen. Naast officieren en hulpen vinden we hier onderofficieren gevechtsleiding. Wanneer je onderofficier gevechtsleiding wilt worden, specialist heet dat bij de luchtmacht, dan ga je na de militaire opleiding naar het gevechtsleidingscentrum in Nieuw-Milligen. Binnen de opleidingsafdeling van het centrum krijg je een gedegen training. Kunnen we twee opties onderscheiden. De eerste is een volledig semi-automatische methode en de tweede waar we nu over gaan hebben is de manuele methode. Naast een forse hoeveelheid theorie vindt de opleiding natuurlijk ook in de praktijk plaats. Dit gebeurt door het gebruiken van het operationele systeem. Wanneer krijgt een kist een kilo symbool? Als die speciale... Na een stukje gezamenlijke basisopleiding vindt een splitsing plaats in twee hoofdrichtingen. Luchtbeeldopbouw en wapendirectie. Voor beide richtingen geldt dat je zult moeten leren om onder stress te werken. Aandachtsspreiding en concentratievermogen zijn eveneens eisen die worden gesteld aan aspirant onderofficieren gevechtsleiding. Om je functie te kunnen uitvoeren heb je zeker een half jaar nodig. Laten we nu eens kijken hoe gevechtsleiding in de praktijk functioneert. We kijken mee over de schouder van de luchtbeeldopbouwofficier. Hij is ervoor verantwoordelijk dat een zo volledig mogelijk luchtbeeld wordt gepresenteerd. Hij doet dat onder andere in overleg met de aangrenzende radarstations van de NATO-keten en de andere middelen die hem ter beschikking staan. Good day, BAM of TPO. Question, can you please drop for me Lima Hotel 411? Met behulp van radar worden alle vliegtuigen binnen het Nederlandse luchtruim waargenomen. Ieder vliegtuig wordt op het scherm als een stip gepresenteerd en moet binnen korte tijd worden geïdentificeerd. De identiteit wordt weergegeven door een symbool. Daarvoor heeft de luchtbeeldopbouwofficier zowel systemen als mensen ter beschikking. Check kilo alpha 424 die bij de Engelsen binnenkomt. Als eerste treffen we hier een specialist aan als assistent van de luchtbeeldopbouwofficier. Hij is belast met de administratieve verslaglegging van wat gebeurt binnen de luchtbeeldopbouw. Daarnaast neemt hij een aantal routinematige handelingen over van de luchtbeeldopbouwofficier. Verder zorgt hij voor de coördinatie met andere diensten. Zo zal hij bij storingen bijvoorbeeld direct contact opnemen met de logistieke dienst om te coördineren dat deze storing zo snel mogelijk wordt verholpen. Oh. Nou, voor zover ik het nu kan bekijken, doet de lokale radar het weer normaal. En die mode 4 is ook goed? Dat heb ik nog niet kunnen bekijken. Verder vinden we bij de luchtbeeldopbouw een specialist die zich bezighoudt met uitwisseling van gegevens over vliegtuigen met andere radarstations.
Destination Niederset Airport. Roger. Nog even kunnen 2413 mee, Tom. Chico, Dan komt hij binnen uit het noorden. Even kijken wat het is. Het spookt niet, ik zal even informeren. Goal 646. Regelmatig gebeurt het dat een vliegtuig niet kan worden geïdentificeerd. Nou, dan gaan we maar een O maken. Airspace Control, ik heb een kist uit het noorden, dat scoort niet. En ik denk dat we maar een O gaan maken. Oké, prima, bedankt. Ja. Master, we hebben een unknown, Kilomike 365, in positie Echo Hotel 339. In dat geval meldt de luchtbeeldopbouwofficier dit aan zijn chef, de zogenaamde Master Controller. Ja, ik heb hem. Is alles gecontroleerd met de naburige stations? Alles is gecontroleerd met de naburige stations, ook met het mail. Oké, dan bel ik met SOC 1. No result. Deze kan besluiten om visueel de identiteit van het vliegtuig te laten vaststellen. F.A. Ik scramble twee kisten van Twente voor een interrogation op de Kilomike 365. Oké, heb je dat eerder? Dat heb ik. Nee, ha. Twente, half a scramble, 2x QRA India voor interrogation Kilomike 365. Om visueel de identiteit van het vliegtuig te laten vaststellen, worden F-16's de lucht ingestuurd die door het gevechtsleidingscentrum naar het onbekende vliegtuig worden geleid. Dit gebeurt door de wapendirectieofficier die zich bezighoudt met de inzet van F-16's. Deze heeft een specialist als assistent. Dus control setups punt 9. Punt 9. Doen we Bas. Oké. De nieuwe checklisten zijn die al gearriveerd. Er is ook een wapendirectieofficier die betrokken is bij de inzet van geleide wapens, raketten dus. Deze officier heeft ook een specialist als assistent. Deze onderofficier zorgt voor administratieve ondersteuning en voert een aantal veel voorkomende operationele taken uit. Ja, dat is al onderweg. Ja, daar gaat het wel in kosten. Ja, want 's morgens krijg je ook eerst een sunset trap voor de show als het onderweg. Ook binnen de wapendirectie is een aantal functionarissen verantwoordelijk voor het verspreiden van operationele en operatiën ondersteunende informatie. In deze sectie is de specialist computer operator verantwoordelijk voor de juiste instellingen van de operationele computer. Een andere specialist is medeverantwoordelijk voor het snel en accuraat op peil houden van de gegevens van het interne teletextsysteem. Dagelijks oefenen vliegers, personeel van de geleide wapens en gevechtsleiders gezamenlijk voor hun operationele taak door alle mogelijke situaties na te bootsen. Specialist gevechtsleiding worden moet je echt willen, want het afvalpercentage in de opleiding is hoger dan in andere functies. Je moet er ook nogal wat voor meebrengen. Verantwoordelijkheidsgevoel, de wil om door te zetten, wat stressbestendigheid en concentratievermogen. Meerdere dingen tegelijk doen moet ook geen probleem voor je zijn. Die dingen hier, wat zijn dat voor dingen? Reference points. Zoals we al vertelden, is het gevechtsleidingscentrum 24 uur per dag in touw. Dat betekent voor het personeel werken in ploegendienst. Maar wanneer je daartegen geen bezwaar hebt, er tegen kunt om je werk te doen in een bunker en er niet tegenop ziet om eventueel in het buitenland te werken, dan heb je als specialist gevechtsleiding een baan waarbij je midden in de operationele dienst van de luchtmacht staat.